Vandaag het was wat, een compilatie van de leukste items van de afgelopen week. Met onder meer oude spullen op zijn chicst. Second hand roos. Enig is die. Digitale speurtocht in de polder. Dit is de Hollandse nieuwe, maar dan de Bollenstreek nieuwe. Maar nu eerst prachtige paprika's. Vandaag presenteren we de vijfde postzegel in de serie Westlands Mooiste, de Oranje Paprika. De Nederlandse Oranje Paprika heeft haar eigen postzegel gekregen. Op de schouders van Klaas Keizer van postzegelvereniging Monster rust de zware taak om de viering van deze historische dag goed te laten verlopen. Voor alle sprekers dadelijk, de komende vijf, dan als er een spreker geweest is, een nieuw glaasje water opdoen. En nu dus de Oranje Paprika. Niet-leden kost die 25, maar voor leden 12,5 euro. Zijn daar te koop. Geef dan aan of je ze op rol wil hebben. En als alle genodigden er al zijn, is het wachten nog op de eregast van de dag. De burgemeester. Contact is van binnen. Oké, dan gaan we naar de deur. Ik bel je. Ja. Zeer welkom. Zeer welkom. Neem je kwaad. Ik kies wat. Er stonden drie auto's in het Westland over dwars. Burgemeester, geachte aanwezigen. Gastheer, zeer bedankt dat wij als postzegelvereniging de officiële presentatie van de vijfde postzegel uitgifte van een tijdschrift van de postzegelkunde. Zo, kijk eens aan. Goed zo. Zal ik even iets zeggen? Vind je dat goed? Het lijkt mij passen. Goed zo, dan zal ik dat even doen. Het lijkt mij passen. En ik weet niet wanneer u voor het laatst een gerecht heeft gemaakt met paprika's. Ik weet het wel. Gisteravond. Twee weken geleden was ik met mijn kinderen en mijn kleinkinderen op vakantie en ik moest koken. Ga door. U doet het goed. We gaan de hele wereld over. Het is geslaagd. Het is ernstig geslaagd. Zeer geslaagd. Ja. Second hand Rose. Hallo, goedemorgen dames. Het is de bekendste tweedehands kledingwinkel van Den Haag. Hartstikke gaaf. Hij is enig, Marijk. Echt enig. Volgende maand viert Second hand Rose haar 39-jarig bestaan. Sexy. Enig is die. Anka is de vrouw waar alles om draait. Het is enig. Ja? Zij is oprichter en eigenaresse. Nou, fantastisch scoren. Staat je enig. Echt gaaf. Het is iets wat ik enig vind om te doen. In het begin toen wij begonnen, nou, was wel tweedehands, was wel iets eigenlijk alleen van de markt. Want nog niet alleen de Engelse kerk, die deed het alleen dan voor het goede doel. Die was de enige die dit. Maar dit idee bestond hier in Nederland zeker niet. We waren echt de eerste. Hier heb je een Gucci-jurk, Vuitton, Burberry, Ralph Lauren. Het is heel schattig en duur. Snop, wat een leuk merk. Met zulke merken en klanten is het geen wonder dat de winkel een iets wat bekakt imago kreeg. Ik praat bekakt, denk ik. Maar wat kan je eraan doen? Zo ben je geboren. Ja, toch een beetje bekakt. Ik vind het heel belangrijk om er leuk uit te zien. Maar voor een klein prijsje. Wit, blauwe hoed, 30. 30? Wordt 49 in de boutique. Dus die mevrouw krijgt 30 als die verkocht is. Een geruite broek van Ralph Lauren. 26? 26. Ja? Is dat goed? Oké. Toen ik begon dacht ik niet dat het 39 jaar zou overleven. En ik dacht eventjes leuk, even grappig. Iets beginnen, iets anders doen. Maar het is echt... Ik ben echt heel trots op mijn winkeltje. I'm wearing... Second hand rose, that's why second hand.
Inmiddels doet Secondhand Rose ook aan franchising met 4 filialen door Nederland. Anka zelf wordt binnenkort 70. Ik hoop dat ik zo goed blijf. Dan misschien kan ik nog 10 jaar. Who knows? Gaaf, jasje. Straks dit was wat, maken we kennis met de poppen van Wil uit Den Haag. Mag ik verder slapen? Goed. Ja, met Herman. Herman van Amsterdam uit Sassenheim heeft een passie voor kleurrijke bollenvelden. Ik sta in de buurt van de Lange Laan in Noordwijkerhout. Ja, die passie is eigenlijk een jaar of 20 geleden begonnen. Toen maakte ik een reis naar Tibet. Je kent Tibet. Als je wat hoger komt in Tibet, in de Himalaya, dan heb je ook een landschap. Dat ziet er wel fantastisch uit, maar hoe hoger je komt, hoe grijzer het wordt. Er is sneeuw, er zijn gletsjers. En, nou, je komt uit de Bollenstreek met veel kleur. En ik miste die Bollenstreek toch wel een beetje. Om dat gemis op te lossen, besloot hij meer te gaan doen voor de bollenvelden. Nou ja, als Bollenstreker heb ik in het verleden zo vaak de vraag gekregen: waar staan nou die bollenvelden in bloei? En ja, ik dacht, daar moet ik iets aan gaan doen. Laat mensen niet zoveel tijd verliezen door doelloos rond die streek te rijden, maar geef ze gelijk de juiste informatie over de mooiste plekken, de mooiste panorama's en de leukste geurplekken. Herman trok zich terug op zijn zolderkamer, waar hij een bollenveldenradar bedacht. De bollenvelden is iets tijdelijks. Het staat even in bloei. Maar juist als ze het moment op het mooiste in bloei staan, die paar dagen, dan is er ook het meest van te genieten. Ja, want vanaf nu hoef je niet meer kansloos op zoek naar de mooiste fotoplek voor jou en je geliefde tussen de bloemen. Herman en een aantal andere vrijwilligers hebben dat al voor je uitgezocht. Wat voelt u nu? Nou ja, ik voel dat de lente die ligt aan mijn knieën, laat ik het zo maar even zeggen. Dit zijn de eerste bollenvelden die in bloei staan. En er zou eigenlijk een vlag bij moeten staan en een fanfare zou er langs moeten komen. Dit is de Hollandse Nieuwe, maar dan de Bollenstreek Nieuwe. Het is ook weer vergelijkbaar met de haring, de eerste haring die aan land komt. Deze week een serie over mensen die een bijzondere band met hun poppen hebben. Vandaag Wil en haar kindjes. Kom op met je been. Dat is Sanne en dit is Sterre. Dat is Nora N. Dit is Emily. Dat is Nina en Pauwtje. Dat is Michael. Gezellig kind. Dat is Thomas. Rond de 20 poppen heb ik nu. Ik noem het kinderen. Nou, kom kind. Al 25 jaar heeft Wil uit Den Haag levensechte babypoppen. Dit is dus Josje. Pakt hem alsof het echt een baby is. Ja. Het voelt ook als echt. Ze zijn zwaar, net zo zwaar als een echte baby. Dan zie je de hoofdjes ook, die bewegen echt. Ik vind het bijna eng. Nee hoor, het zijn maar poppen. Maar u doet alsof ze echt zijn. Ja. Ik moet gaan slapen. Ja, ik moet gaan slaapjes doen. Ze zijn ook leuk als je dit doet. Vragen ze wel eens van, ach, die mevrouw heeft zeker geen kinderen. Nou, ik heb er 3. En 9 kleinkinderen en 7 achterkleinkinderen. Dus er komt niks tekort. Wil maakt al 45 jaar wiegenbekleding. En zo is deze passie ontstaan. Ik naai voor mijn eigen poppen ook alles wat er genaaid kan worden. Zo goed. Je moet ervan lachen. Hey. Dit is op het ogenblik mijn favoriete kindje. Het is ook de nieuwste. Ja, dan ligt dat altijd een hele tijd naast me. Dan moet jij een andere jurk aan. He? Gaan we eens kijken hoe die jurk staat. He. Hoe echter ze zijn, hoe leuker ik het vind. Zodra het gewone poppen worden, dan doet het me niks meer. Dat is het nieuwste kind van mama. He. Ja. Wat de poppen voor mij betekenen? Een soort liefdegevoel, een
aan aanhankelijkheid. En sommige poppen kan ik ook echt niet missen. Maar er zijn er ook wel die, mogen ruilen. Deze is te koop op dat ogenblik. Daar heb ik genoeg van. En deze is ook te koop. Dat is Thomas. Die heb ik al een jaar of 10, denk ik. Zielig, hè? Och, moet je al wegdoen, hè? Dat is ook niet lief. Misschien zijn er mensen die me hartstikke gek vinden, maar dat maakt me niet uit. Want u bent niet gek? Ik hoop het niet. Ja, gek op poppen. Mag ik verder slapen? Goed. Morgen in de poppenserie. Het is echt, het is net of je je eigen kinderen nog steeds in je armen hebt. Dat was het dan. Ook wat? Mail naar tiswat@omroepwest.nl en ik zeg tot maandag.